kijkers van 27 Games. Welkom bij een vlog. Een vlog? Daarvoor zou je niet meer doen. Klopt, alleen we gaan het wel weer doen. En dat doe ik op mijn andere kanaal. Eigenlijk het kanaal waarmee alles begonnen is, namelijk Dus David. Nu ga ik jullie niet vragen, dat klinkt heel raar vanaf mij, want ik vraag dat soort dingen altijd, om gelijk te gaan abonneren op Dus David. Nee, we doen het anders. Jullie hebben waarschijnlijk, of een aantal van jullie hebben waarschijnlijk zoiets van, ah, dan hou je toch niet vol elke dag een video. Oké, geen probleem. Abonneer nog even niet. Geef het een weekje. Geef het 2 weken. Geef het 1 jaar. Maakt me niet uit. En ga dan pas abonneren op Dus David. Dat is een video die hier ook beneden met een linkje staat. Daar kun je op klikken. Daar zie je namelijk mijn dagelijkse vlog. En wat kun je daar verwachten? Dagelijkse video. Het zijn ongeveer 4 vlogs per week. En nog 3 andere gewone video's tussendoor. Dus David, kijkers van het eerste uur weten wel ongeveer wat voor video's dat worden. Dat kan alles zijn van een parodie tot een sketch, tot een rant, tot een... ja, zoiets als wat ik nou doe, maar dan over het onderwerp praten. Ik heb er heel erg veel zin in. Er zijn al een stuk of 20 video's zijn er klaar. Dus ik raad je aan om eventjes te gaan kijken. Maar mocht je nog niet overtuigd zijn, kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt van... David, je bent toch een gamer? Wat doe je met vloggen? Dat doen het toch andere mensen? Nou, ik deed al 3-4 jaar geleden vloggen. En daarom hier even een paar korte stukjes van wat jij kan gaan verwachten. Ik heb helemaal niet gevraagd of ik iemand filmen, maar ik doe het gewoon. Dit is een grote vriend, Rick. Jurk, wie ben jij? Wacht, ik weet het. Jij bent een kleine zeemeermin. Nee. Wat dan? Sneeuwwitje. Ze is Sneeuwwitje. Nou ja, je hoort het. Gaat ze ook, shit. Wij gaan hier... Ja, dit is gek. Wat zou... Nee. Nou, dat is het dus ongeveer. Ik die jou meeneem in mijn dagelijks leven. Ik heb het heel graag naar mijn zin tijdens de vlogs. Ik vind het superleuk. Revé ook, die zie je heel vaak in de video. Ook een paar gaming matties zoals Lars en Kai en Ronald en Vincent, noem maar op. Die zullen ook voorkomen. En misschien nog wel helemaal andere YouTubers. En misschien ook niet, want deze vlogs en deze video's die draaien iets meer om mezelf dan alleen maar om DDG, wat als een groep werkt. Dus het is even heel erg wennen. Maar als je echt een fan bent of een kijker, trouwe kijker van wat ik doe op YouTube en je wil weten hoe mijn leven eruit ziet, zou ik echt even gaan kijken. Dus, ga naar Dus David, ga vooral nog niet abonneren, geef het even de tijd en check de video's. Vergeet alleen niet even die like te doen natuurlijk. En ook op deze video, deel het, Dus David is terug. Ja, dat heb ik erin geëdit. En ik zie jullie binnenkort weer bij meer content op DDG, op Dus David, op de Kobbelclub. Ik heb er zin in. Doei.